Good afternoon, everyone. What an honor it is to be here with you today in the Netherlands. Goedemiddag allemaal. Wat is het een eer om hier in Nederland te zijn? It's been a while since we've been here last. 2004, I believe it was. I came with my father, David Wilkerson, and we did a conference, a pastor's conference here together. Het is alweer een tijdje geleden dat wij hier zijn geweest in 2005, samen met mijn vader David Wilkerson. And I've been a pastor for about 30 years, along with my wife, a little over 30 years now. Ik ben voorganger nu zo'n 30 jaar samen met mijn vrouw Kelly. We traveled with my father during pastors conferences for almost a decade or so. We zijn ongeveer samen met ongeveer 10 jaar samen met mijn vader rond gaan reizen en hebben daar voorgangersconferenties gedaan door de hele wereld. And then took about 10 years off to be full-time in pastoral ministry in the United States. En toen hebben we weer 10 jaar eigenlijk een soort pauze gehad. Nou ja, pauze, maar zijn we toen voorgangers geworden in Amerika. And just at the beginning of the year the Holy Spirit spoke to us to go back to doing pastors conferences, and I have to confess to you, I was a little bit nervous. I was frightened about it. En aan het begin van het jaar heeft God ons echt weer geroepen om weer die conferenties te doen voor voorgangers en leiders. En ik moet je eerlijk zeggen, ik was daar een beetje nerveus over om dat weer te gaan starten zo wereldwijd. It was easy to do them traveling with my father because as many of you know, he was somewhat well known and many people would come to hear him speak, so it was easy to just kind of follow along with him. Het was makkelijk met mijn vader David Wilkerson, dus ja, daar kwamen natuurlijk allemaal mensen op af, dus dat was eigenlijk heel erg makkelijk, ging vanzelf. But to do them on my own was quite frightening, to be honest with you. Yes. En ze zelf in mijn eentje te doen is dat best wel angstaanjagend. But the Lord is faithful. Maar God is trouw. And he has a word for you today. En hij heeft een woord voor jullie vandaag. So thank you for taking time off your busy schedules. I'm so blessed that you're here today. En hartelijk dank dat jullie tijd hebben genomen in jullie hele drukke agenda om hier te zijn. Dank je wel daarvoor. When I come to settings like this, one of the difficult things is I often would rather sit and listen to your hearts, your minds, the word that God has given you, because there is such a wonderful message in many of your hearts. I would love to hear you preach rather than you hear me preach. Als ik zo op zo'n conferentie kom, dan vind ik dat best moeilijk, want ik wil veel liever met jullie in gesprek zijn en van jullie horen en jullie hart horen over wat er speelt bij jullie en wat er gaande is bij jullie in de gemeente en in jullie werk. So I want to start off the sessions of our two-day conference here with speaking to you about preaching, about being a representative of God's words in the pulpit. Ik wil vandaag beginnen, deze conferentie beginnen met het spreken, het preken en een bediening van spreken als je in jullie verschillende gemeentes als je staat achter de kansel. Many of you speak at your church as a pastor Sunday by Sunday after Sunday after Sunday. Vele van jullie zijn voorganger en je spreekt zondag na zondag en je spreekt dan zo in de gemeente. Some work with youth or like the worship leader here today. Even the worship leader has words to say to us, words of anointed words, hopefully. Sommige van jullie zijn jeugdleiders, maar anderen ook bijvoorbeeld aanbiddingsleiders die dan week in na week uit ook iets zeggen en spreken en ook iets te zeggen hebben vanaf het podium. And others might teach children, some in a small women's ministry, some in a small group setting, but most of you that are here today in some form or fashion proclaim the word of God. En anderen zitten weer in kinderwerk of hebben een andere bediening, maar in een op de andere manier ben je hier als het goed is om op een of andere manier het woord van God te verkondigen. And I believe that those of us who do speak the word of God are called by God to speak what we call fire words. En ik geloof dat als wij geroepen zijn om het woord te verkondigen, dat God ons ook roept om een bepaald vuurwoord, een krachtig woord te verkondigen. Now I don't want to try to defend myself here this morning. Ik wil me niet hier verdedigen vanochtend. Or try to apologize for what I'm about to say, even before I say it. En ik wil ook niet mijn verontschuldigingen aanbieden voor wat ik ga zeggen, nog voordat ik het ga zeggen. I want you to know from the beginning I'm a very nice guy. En ik wil vanaf het begin af aan zeggen dat ik eigenlijk gewoon een hele aardige vent ben. And I want you to know I'm very happy. En dat ik heel erg blij ben ook. And I have a really good sense of humor. En ik heb ook een goed gevoel voor humor. I'm just nice, I really am. Ik ben gewoon een aardige kerel, echt waar. But what I have to say from the Holy Spirit today is not going to seem nice. Maar wat ik te zeggen heb vandaag, wat ik echt ervaar dat het van de Heilige Geest is misschien niet heel aardig. You have probably been in my place where you have almost
been fighting with the Holy Spirit. I don't want to say this. En misschien was je wel in dezelfde plek als ik, dat je echt denkt van, ja, God, moet ik dit wel echt zeggen? Ik wil dit eigenlijk helemaal niet preken. Just 20 minutes ago in a room on the side there, God, I have some really good sermons. En 20 minuten geleden nog in die ruimte waar ik zat, ik zei tegen God, God, ik heb nog echt de andere hele goede preken. But not this. Maar niet dit. This is not even a sermon. Dit is niet eens een preek. This is from, these are notes from my own journal. Dit zijn gewoon aantekeningen van mijn eigen mijn aantekeningenboek. Things that I wrote out of desperation for wanting more of God. Dingen die ik eigenlijk opschreef uit wanhoop omdat ik meer van God wilde. Things out of frustration of standing in the pulpit week after week and feeling like I have nothing to say. En eigenlijk bijna uit frustratie dat ik week na week achter de kansel zat en dat ik eigenlijk niks te zeggen had. So I'd like to pray first. Dus ik wil eigenlijk gewoon beginnen met gebed. And ask God to do what only He could do through this mess of words on these pages in front of me. En ik wil eigenlijk vragen aan God dat hij doet wat alleen Hij kan doen met deze bijna puinhoop van aantekeningen die ik hier voor me heb. Holy Spirit, I come before you this morning, this afternoon, with fear and trembling in my own heart. Heilige Geest, ik kom met een beven, angst en beven voor u op dit moment. I don't want empty words, I want fire words from heaven. Ik wil geen lege woorden, maar ik wil vuur van de hemel. I want to see the impossible done today in this room. Ik wil het onmogelijke zien gebeuren in deze ruimte vandaag. That there would not just be a talk about fire words. Maar dat we het niet zomaar hebben over krachtige woorden. But that you would grant the men and women in this room the ability to have fire words. Maar dat de mannen en vrouwen in deze ruimte, dat u ze de in staat stelt om die krachtige woorden te hebben. To speak and lives be changed. Dat ze spreken en dat levens veranderen. To speak and churches be transformed. En dat ze spreken en kerken veranderen. To speak your words and many come to Christ. Dat ze woorden verkondigen en dat vele Christus zullen leren kennen. To speak fire words and nations become changed. Dat ze woorden van vuur spreken en dat naties en landen helemaal veranderd worden. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Amen. 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 In 1 Peter chapter 4 verse 11. In 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 11. It says, if any man speaks, let him speak. Daar staat, als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Let him speak the words of God. Dan laat het de woorden van God zijn. In my translation, it uses a word, let him speak as the oracle of God. In de Engelse vertaling staat daar het woord, laat iemand spreken als het orakel van God. An oracle, if you have ever studied like Homer or the Iliad or the Odyssey or some of those in that season. Ja, als je de Griekse mythologieën hebt gestudeerd, dan weet je dat een orakel. The oracle was a pronouncement, a prophetic word, something that was about to happen. Dat was in the future. Een orakel was een soort aankondiging. Het was een profetisch woord. Het was iets wat zou gaan gebeuren in de toekomst. But here Peter uses the word differently. Not as the pronouncement itself, but the person itself became an oracle. Not just the words, an oracle word that a person said. Maar hier gebruikt Petrus het woord anders. Het is dus niet zomaar iets wat er gezegd wordt, maar heeft het hier over dat de persoon eigenlijk het woord wordt. Dus het orakel als persoon. It's not just making a prophetic pronouncement about God's desires. It's being a prophetic person who has God's heart. Het is dus niet zomaar de aankondigingen geven of een profetie geven, maar dat je echt dat woord in je hart hebt, dat je het bent, vereenzelvigd. Fire words come out of a fire heart. Een woord van vuur komt uit een hart van vuur. Jeremiah chapter 23. In Jeremia hoofdstuk 23. Verse 22 says this. Vers 22 daar staat. But if they would have stood in my counsel, they would have proclaimed my words to my people. Hadden zij in mijn raad gestaan, dan hadden zij mijn volk mijn woorden doen horen. And they would have turned them from their evil ways and their evil deeds. En dan hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte wegen en hun slechte daden. It takes a person who stands in the counsel of God to have words from the counsel of God. Het is echt iemand die het vergt iemand die in de raad van de Heer staat om ook de raad van de Heer te geven, door te geven. He goes on and verse 25 says, I have heard what the prophets have said, who prophesy in my name, saying, I have dreamed a dream.
En dan verder in vers 25, daar staat: ik heb gehoord wat de profeten zeggen die in mijn naam leugen profeteren door te zeggen: ik heb gedroomd, ik heb gedroomd. Verse 28. En dan in vers 28. Let the prophet as a dream tell the dream. Laat de profeet bij wie een droom is, een droom vertellen. But let him who has my word speak my word faithfully. Laat ieder die bij wie mijn woord is, mijn woord naar waarheid spreken. Now look at the analogy he draws here. Kijk eventjes naar hier het voorbeeld wat hij hier geeft. What has straw in common with wheat? Wat heeft de stro gemeenschappelijk met het koren? Straw that is easily burned, has no value, no nutrient. Stro dat verbrandt makkelijk. Het heeft geen waarde. Het brandt zo weg. It dries up and is blown away, totally forgotten. Het droogt op en het waait weg. Het is helemaal vergeten. But wheat nourishes the soul. Maar koren dat voedt de ziel. Wheat brings health wherever it is. Koren brengt gezondheid waar het ook komt. And in verse 29. En in vers 29. Is not my word like fire, declares the Lord? Is niet mijn woord zo als het vuur, spreekt de Heer. And like a hammer that breaks the rock in pieces. Of als een hamer die een rots verplettert. Therefore, behold, I am against the prophet who declares the Lord, who steals my words from one another. Daarom zie ik zal de profeten, spreekt de Heer, die mijn woorden van elkaar stelen. Two things that keep a man or woman from being an oracle, a spokesperson for God, are these in this scripture. Hetgene wat mannen of vrouwen weerhoudt om een orakel, eigenlijk een vertegenwoordiger, vertegenwoordiger van God te zijn. The differentiation between wheat and straw is eigenlijk het verschil tussen koren en stro. And then the differentiation between that which is a word from the Lord and a word you've borrowed from somebody else. En dat is eigenlijk ook het verschil tussen het woord van God en eigenlijk het woord wat je misschien wel van iemand anders hebt geleend. We are called to preach the word of God. Wij zijn geroepen om het woord van God te verkondigen. And that is no small thing. En dat is niet een kleine zaak. That is a holy thing. Dat is echt een heilige zaak. That is a thing to be revered. Dat is iets waar eigenlijk een soort eerbied voor moet zijn. And yet we seem to be taking it so lightly in our present day. Maar we nemen het misschien vandaag de dag wel wat gemakkelijk. But we are called to preach the word. Maar wij zijn geroepen om het woord te verkondigen. Not comedy routines, not story hour. En geen als comediant of als vermaak of een vermaakuurtje. It's not meant to be entertainment. It's not meant to be our own ideas or our own opinions. Het hoort geen vermaak te zijn of onze eigen meningen. It's not a place where a pastor gets up in the pulpit and pronounces a rally cry for his particular or her particular vision. En het is ook niet dat een voorganger een soort mensen achter zich schaart om mensen achter zijn visie te krijgen. It's not a talk to pep you up and just make you happy. It's not pop psychology. Het is niet iets om mensen maar blij te maken of een beetje populaire psychologie voeren om mensen een beetje te beïnvloeden. We're called to preach the word of God. We zijn geroepen om het woord van God te verkondigen. We're called to preach not our own personal problems as if we're working it out and we're in a therapy session with our church. We zijn niet geroepen om een beetje onze eigen problemen een beetje uit te leggen en daar een beetje dat maar we zijn geroepen om te verkondigen wat God heeft voor onze gemeentes. We are not meant to primarily be entertainers nor comedians nor pop psychologists. We are meant to be prophets. We zijn niet geroepen om mensen te vermaken of een soort psychologen of goede sprekers te zijn, maar we zijn geroepen om het woord van God te verkondigen. But if our lives are shallow, our message will be shallow. Maar als onze levens oppervlakkig zijn, dan zal onze boodschap ook oppervlakkig zijn. If there's not a weightiness in our own heart, als er niet een soort zwaarte, een gewicht is in ons hart, then there won't be a weightiness in our preaching. Dan zal dat gewicht, die zwaarte ook niet in onze verkondiging zijn. Are you and I meant to be oracles of God? Zijn wij geroepen om orakels voor God te zijn? To be a spokesman woman for him. Om woordvoerders te zijn voor hem? Then why are our words so easily forgotten? En waarom zijn onze woorden dan zo makkelijk vergeten? Why have I so often gone to the back of my church and someone say to me, what a wonderful sermon? En waarom gebeurt het zo vaak dat ik achter naar de kerk loop en dat iemand zegt, oh, wat een geweldige preek. And then I take that pastoral risk.
En dan neem ik een beetje een pastoraal risico. I say, what part did you like the best? Welk onderdeel vond jij het mooiste, het beste? Wat sprak je het meeste aan? And you see that blank look in their eyes, like they have already forgotten what you've said. En dan zit er een soort lege blik in hun ogen dat ze echt zoiets hebben dat ze eigenlijk niet weten waar het over ging. But worse than that. En nog erger dan dat. Why are those in our congregation leaving our building unchanged? Waarom gaan de mensen die naar onze gebouwen komen weer weg onveranderd? Why are they leaving without conviction or challenge of their hearts? Waarom gaan ze weg zonder dat er een zondebesef is of zonder dat er een verandering is in hun leven? Our words are often too thin, too shallow, too empty. Onze woorden zijn soms te dunnetjes of te oppervlakkig. And again, I told you this is not a sermon. En nogmaals, dit is niet echt een preek hier op dit moment. These are not my sermon notes. Dit zijn geen aantekeningen voor een preek. These are words I wrote to the Lord out of my own heart. Dit zijn eigenlijk de aantekeningen die ik voor mezelf maakte vanuit mijn hart. And you know the difference, don't you? En je kent het verschil wel. Ken je dat niet? When you leave a gathering of believers, als je weggaat uit een bijeenkomst van gelovige mensen, and you leave thinking that was interesting, en je denkt van nou dat was best interessant, that was so funny, of dat was grappig, that was entertaining, of dat was echt vermakelijk, that was intellectual, en dat was echt heel erg op hoog niveau, and you know the difference between that, en je kent het verschil wel tussen dat, and when you've heard fire words from heaven, en het verschil tussen een woord van de hemel, vanuit de hemel, when vuurwoord. Something has just been said to you that you know comes from the heart of God, dat iets gezegd is dat je zeker weet dat het van het hart van God komt, something that shocks us to the core, dat iets wat ons volledig choqueert tot ons diepste binnenste. Something that stuns us. Iets wat ons gewoon van voren wel echt raakt. That inspires our hearts to be transformed. Iets dat ons hart inspireert om te veranderen. It's what Jeremiah called a hammer, a fire, a sword and wheat. En dat is wat Jeremia noemde een hamer, een zwaard en koren en stro. And I so long to be an oracle of God and speak fire words. En ik wil zo graag dat ik een orakel van God ben, een woordvoerder van God ben, die vuurwoord, die krachtige woorden van God mag delen. But far too often I see my congregation looking at their watches, yawning and nodding off to sleep. Maar heel vaak zie ik mijn kerk en de gemeenteleden dat ze aan het gapen zijn, dat ze naar hun horloge aan het kijken zijn en dat ze in slaap vallen. I see eyes becoming heavy. En dat hun ogen een beetje zwaar en moe worden. I see godly wives elbowing their husbands as they begin to snore. En ik zie een paar vrouwen die gewoon echt een paar vrouwen die dicht bij God staan die af en toe eventjes hun mannen wakker schudden. Are we oracles of God? Zijn wij woordvoerders van God, orakels van God? Then why are so many people not changed by the word of the Lord? En waarom veranderen de mensen dan niet onder het gehoor van de verkondiging? I see people in my church, they're more uncomfortable sitting in their chair than they are uncomfortable about the word of God being a hammer. Ik zie mensen die het veel ongemakkelijker zijn omdat de stoel niet zo lekker zit dan dat er een ongemakkelijk woord komt, dat woord wat soms een hamer moet zijn. Are we oracles of God? Zijn wij orakelen, zijn we woordvoerders van God? Then when we're delivering these words from God, want als wij deze woorden van God verkondigen, why are knees not bending? Waarom worden onze knieën dan niet gebogen? Why are hearts not breaking? Waarom breken onze harten dan niet? Why is fire not falling? Waarom valt het vuur dan niet? Why at the end of our supposed oracle is there more a sense of normalcy than a sense of urgency? En waarom is dan aan het einde van onze zogenaamde preek van God dat er dan niet een ongelooflijke urgentie is om naar het altaar te stappen? Why is sin not disrupted and sinners not convicted? Waarom wordt de zonde niet onderbroken en waarom is er geen zondebesef? Why is hell not alarmed and our altars not full?
Waarom is de hel niet in paniek en waarom zijn onze altaren niet gevuld met mensen die de oproep gereageerd hebben? And where is that sense of holy expectation? En waar is dat die verwachting, die heilige verwachting? That sense that you know you've been there before. You walked into the room and you knew God was about to do something there. En dat moment, je weet wel waar ik het over heb. Dat moment als je dat gevoel en dat moment waar je weet van God is er iets aan het doen en er gebeurt nu iets. That as you entered into the time of the message, you're running into holy ground. En dat het moment dat je naar voren stapt achter dat je merkt van ik stap nu op heilige grond. Something unpredictable was about to happen. Er gebeurt nu iets onvoorspelbaars. We weten niet wat er gebeurt. Church is meant to make you nervous, not comfortable. Kerk is ervoor bedoeld om je nerveus te maken, om je ongemakkelijk te maken en niet comfortabel. It can be too common. Het kan allemaal te gewoontjes worden. It can be too unpredictable at times. Te onvoorspelbaar. But when God speaks, it won't be predictable. Te voorspelbaar. Maar als God spreekt, dan is het niet voorspelbaar. And it certainly won't be forgettable. En dan is het zeker niet iets wat je zomaar even vergeet. He will do something through us. Hij wil iets doen door He will ons. Speak through us. Hij wil door ons spreken. Do these words of mine seem too pessimistic to you? Misschien ben ik wel iets te pessimistisch voor je gevoel. You are already wondering if you're going to come back to the second session. Je denkt van misschien ga ik het niet tot de tweede sessie redden? Ga ik tussendoor de weg eruit knijpen? You might be thinking to yourself, who are you? You don't know me. You don't know my heart. You don't know what happens in my pulpit. En je zegt misschien wel, wie ben jij wel niet? Je weet niet wat er gebeurt in mijn leven, in mijn hart of in mijn achter mijn preekstoel. And why would you speak to us like this then? En waarom spreek je zo tegen ons? As if there's no fire in our churches. Alsof er geen vuur is in onze kerken. As if there's no revival in our nation. Alsof er geen opwekking is in onze natie, in ons land. And only you can answer that question. Alleen jij kan dat antwoord. But I ask you to ask that question. Maar ik wil je wel vragen om die vraag te stellen. Is there a fire shut up in your bones? Is er een vuur die in je botten opgesloten is there a stirring in your heart when you come to proclaim his word to the people he's given you? Is er een roering in je hart als je aan het verkondigen bent naar de mensen die God in jouw leven heeft gebracht en is there heeft gebracht? Holy reverence for what is about to be proclaimed and heard? Is er een heilig eerbied voor wat er verkondigd wordt, wat er gehoord wordt? Maybe you think things are much better than you are saying, Gary. En misschien zeg je wel van Gary, het is allemaal niet zo erg. Dingen zijn niet zo slecht. My church is a happy church and it's a growing place and lives are being transformed. En mijn kerk is eigenlijk een goede kerk, is een vrolijke kerk en levens worden veranderd. But I would ask you, are you satisfied? Maar ik vraag je, ben je tevreden? Is that all that you want God to do in your church, your ministry? Is dit alles wat je wil of is dit alles wat je wil in jouw bediening? Or is there not a cry in your soul, God, I'm hungry for something more? Of is er een roep in je hart van Heer, ik wil meer. Is er meer dan dit? This is not meant to be pessimistic. En ik wil echt niet pessimistisch zijn. But it's meant to be honest. En ik wil gewoon eerlijk zijn. An honest cry from an honest soul. Een eerlijke oproep, een eerlijke schreeuw van een eerlijk ziel. Who knows from first-hand experience my own heart. Die weet echt, en ik weet dat uit ervaring. And how dry I can become. Hoe droog ik kan worden. And passionless and fireless my words can become. Hoe uitgedoofd en zonder passie mijn woorden kunnen worden. I'm speaking of a man who has been in the pulpit for over 30 years. Ik spreek als iemand die al 30 jaar ervaring heeft als spreker. And probably far more than you would ever understand. I know what it's like to preach boring sermons. En misschien wel weet ik meer dan jullie alle ooit zullen begrijpen dat wat het betekent om saaie preken te preken. You know they're boring when you're boring yourself when you're preaching. Je weet dat je preek saai is als je zelf jezelf verveelt als je aan het preken bent. Dan zijn ze pas echt saai. Probably more than anybody in this room, I've known the folly of preaching words that really weren't from God at the end of the day. En misschien wel meer dan jullie allemaal weet ik de dwaasheid van het verkondigen van woorden die helemaal niet van God waren. They were borrowed words. En ze waren geleende woorden. www.howtofindagoodsermononsaturdaynight.com. www.hoevindikeengoeiepreek.nl. Op zaterdagavond.nl.
What was shut up in Jeremiah's bones? Wat was datgene wat opgesloten was in de botten van Jeremia? Fire words. Vuurwoorden. What has been shut up in my bones has often been a false alarm. En wat er bij mij opgesloten was een beetje een soort vals alarm. What was in Paul's words was a woe. Woe is me if I don't preach the gospel. En wat bij Paulus het woord was, wat het wee mij, als ik niet het woord verkondig. And too often in my heart it's been woe is me if they don't applaud at the end. En veel meer in mijn hart was het te vaak dat ik zei van wee mij als mensen niet mij applaudisseren aan het einde van de preek. What was it that John the beloved saw on the Lord's day? He said, I turned and I saw the Lord. En wat was het dat Johannes deed toen hij zich omdraaide en hij zag de aanwezige, hij zag de Heer Jezus. But what do we see often in our churches, if we're honest? What do we often see in our churches on the Lord's Day? Maar wat als we eerlijk zijn? Wat zien we in onze gemeentes? Wat zien we in onze kerken? Not a fire. Niet een vuur. Not a woe. Niet een wee mij. Not a I saw the Lord. En niet een ik heb de Heere gezien. But what we often see in our churches on Sunday mornings. Maar wat we vaak zien op zondagochtend. Is what Charles Spurgeon said. En dat is wat Charles Spurgeon heeft gezegd. Clowns entertaining goats. Dat clowns geiten entertainen. Is that not a conviction to us? Is dat niet een doet dat niet iets met ons? And I know what this is like. En ik weet wat dit is uit ervaring. To be a clown. Om een clown te zijn. I believe any man or woman stands in a pulpit or in a small group or meets one-on-one at a counseling session. Dat ik weet dat iedereen die voor een groep staat of voor een kleine groep, een grotere groep of zelfs in een één-op-één gesprek must have fire words. Moet een woord van vuur hebben van de hemel. To penetrate the hardness of our hearts. Om de hardheid van ons hart te penetreren door te dringen. There must be a hammer in our heart and our mind and our words. Er moet een hamer zijn om het woord van God te brengen. To be fearful of offending men. En niet om bang te zijn om mensen te kwetsen. We are often afraid of offending people. Vaak zijn wij banger om mensen te kwetsen of aanstoot te geven. And yet we have found ourselves quite comfortable offending a holy God. Maar we zijn eigenlijk heel gemakkelijk, heel gewend geraakt dat wij God eigenlijk kwetsen of. And I told you I didn't want to preach this. En eigenlijk, ik zeg het nog een keer, ik wilde dit niet preken. I have much more encouraging and better sermons. Ik heb betere en bemoedigendere preken voor je. But I fear God. Maar ik heb de vrezen van God. And I must say what he once said. En ik moet zeggen wat hij heeft you gezegd. You may never invite me back to the Netherlands again. En misschien nodig je me nooit meer terug uit naar Nederland. But I have to know that I obeyed God. Maar ik moet weten dat ik God gehoorzaam ben. And not be up here today and be timid with you. En dat ik niet hier vandaag ben en dat ik maar timide ben. And to try to please you. En dat ik maar mooie woorden geef om je plezier te doen. This is not natural for me. Het is niet natuurlijk voor mij. I'm a pastor. Ik ben een voorganger. I'm an encourager by nature. Ik ben een bemoediger van nature uit. I grew up in a very prophetic home. Ik ben in een heel profetisch thuis opgegroeid. If you're familiar with my father's ministry, maybe you read the book called The Vision. En misschien heb je, ja, als je bekend bent met de bediening van mijn vader, heb je het boek Het Visioen gelezen. Or The Road to Armageddon. Of het boek De Weg naar Armageddon. Or Last Day's Calamities. Of het boek van de calamiteiten in de laatste dagen. Or heard some of his sermons. Of een van zijn preken hebt gehoord. The coming days, last days of judgment of God. En de laatste dagen van het orde van God. How would you like that for dinner conversation around the table? Hoe zou je het vinden om het daar even over te hebben, om tijdens het eten even over te babbelen? And my father was very prophetic. Mijn vader is heel erg profetisch. And so for many years in my ministry I shied away from this. I pulled back from this. Dus in mijn eigen leven ben ik heel erg, ja, heb ik daar eigenlijk afstand van genomen. I just want to encourage people. Ik wil gewoon mensen bemoedigen. But in my latter years now. Maar in de laatste afgelopen jaren. And please hear this in love. En begrijp me goed, en ik zeg dit in liefde. As I see the condition of the church around the world. Als ik zie hoe het de toestand is, de staat van de kerk door de hele wereld. I know God's heart breaks. Dan weet ik dat Gods hart breekt.
And I know there is a need for a prophetic stirring word once again. En dan weet ik dat er een noodzaak is voor een profetisch woord die iets in ons gaat doen, in ons beweegt. And there comes a time where comfortable words will not suffice. En er komt een tijd dat die hele mooie comfortabele woorden gewoon niet genoeg zijn. Where we replace the hammer with a feather. Waar we eigenlijk de hamer hebben vervangen met een veertje. Where we replace the fire words with a cool fan to bring pleasure to people's hearts. Waar we het woord van vuur en het krachtige woord van vuur hebben vervangen met een klein ventilatortje en die een beetje prikkelen in de oren van mensen. To argue over different political and moral and sexual orientation issues in the church. Om allerlei discussies te hebben over moraliteit en over allerlei zaken in de maatschappij en zelfs over allerlei geslachtsveranderingen en toestanden. To argue over those is straw. En om daar een hele discussie in te hebben, dat kan best sterk zijn. To stand in the pulpit. Oh, sorry. Straw. Stro is dus niets. To stand in the pulpit and deliver a word from God. Maar in gewoon achter de kansel te staan en een woord van God te verkondigen. Will break all the political conversation, all the moral sexual conversation. Zal al deze discussies helemaal verbreken. Instead of arguing about sleeping around with this sex or that sex or premarital sex. In plaats van te praten over van hoe kunnen seks voor het huwelijk en alle zaken om moraliteit terug te brengen. In plaats om van dat allemaal te doen. A man or woman of God with fire words from heaven. En een man en vrouw van God met vuur uit de hemel. Will preach God's word. Zal Gods woord verkondigen. And lives will be miraculously changed. En levens zullen wonderbaarlijk veranderen. No arguments. En dan hoef je geen discussies te voeren. God's word. Gods woord. Changing lives. Veranderde levens. And even though I've pulled back from a prophetic word. En ook al heb ik die stap teruggenomen van dat profetische woord. And you may be more of an encourager in your ministry. En misschien ben je zelf wel een meer een bemoediger in jouw bediening. Please continue to encourage. Ga daarmee door. Ga verder met bemoedigen. Please continue to build people up. En ga vooral verder om mensen op te bouwen. But at some time or another in your pulpit. Maar op een gegeven moment, als je achter de preekstoel staat. Get up there and say, thus saith the Lord. Dan zal er een moment komen waar je moet zeggen van, zo spreekt de Heer. Get up there and prophesy in front of your people. En sta op en ga profeteren over je mensen. When you see the condition of your flock, als je ziet wat de toestand is, de staat van jou, van je mensen, and you realize that it's getting out of control. Culture today, sin is rampant. En als je erachter komt dat, als we kijken naar de cultuur, de zonde, die is helemaal losgeslagen. We're not going to change culture by just some pop psychology. We gaan cultuur niet veranderen door allerlei psychologische interessante snufjes. In America, I tell my pastor friends. En in Amerika zeg ik tegen de vrienden die ook voorganger zijn. If Oprah Winfrey, do you know here in Netherlands? Yeah. If Oprah Winfrey invites you to speak at her conference or on her TV show, you're no longer preaching the gospel. Als Oprah Winfrey, mijn vrienden die zeggen dus, als Oprah Winfrey je uitnodigt om bij haar in haar talkshow te gaan praten, dan weet je dat je eigenlijk het evangelie niet meer aan het verkondigen bent. Because she invites these people, these pastors, these ministers. Omdat ze die mensen uitnodigt, deze voorgangers, deze mensen in de bediening. And they speak about psychology. En ze spreken over psychologie. They speak about unity. En ze spreken over eenheid. But when asked if Jesus is the only way, they deny it. En als het erop neerkomt en de vraag komt, is Jezus de enige weg, dan ontkennen ze dat. And those might be pleasing words to culture. En dat is misschien heel aantrekkelijk en verzachtend naar de cultuur toe. But they're not fire words that transform hearts. Maar het zijn geen woorden van vuur die harten veranderen. Your church may become unpopular. En misschien wordt je kerk wel niet populair. You as a preacher may become an outcast. En misschien word je als predikant wel een soort hoor je er niet meer bij. But if you will preach God's fire words from heaven. Maar als jij Gods vuurwoorden verkondigt vanuit de hemel. You will know what it's like to stand in the pulpit or on the counseling couch and know that lives have been changed because God has spoken through you. Maar dan zal je ook wat je bediening ook is, dan zal je Gods woord mensenlevens zien veranderen. So how do we get these fire words? Dus hoe krijgen wij deze woorden van vuur?
Is it a long season of prayer? Is het misschien na een heel lang seizoen van gebed? I wished fireworks came that way. En ik zou wensen dat dat op die manier zou werken. Because I love solitude, I love meditation, I love prayer. Want ik hou ervan om me terug te trekken en in de rust te zijn. Ik hou van gebed. Please don't hear me this as boast, it's just the way I'm built. Maar ik zeg dit niet om op te scheppen, maar dat is gewoon mijn karakter. My favorite day is to have 8, 10, 12 hours alone with the Lord, praying, studying, reading. Ask my wife. En ik mijn favoriete dag, het beste wat ik kan doen is gewoon lekker een dag 8 uur, 10 uur, 12 uur lekker in de aanwezigheid van God te bidden. For me, vraag maar aan mijn vrouw. For me, the only hard part is that there are people in my church. Het enige moeilijke wat ik vind is dat er mensen in mijn kerk zitten. So I love time alone with God. Ik hou van die tijd alleen met God. But that alone doesn't bring fireworks. Maar dat alleen, dat brengt nog steeds niet die woorden van vuur. I was in an automobile accident about 2 years ago. Ik ben in een auto-ongeluk geweest 2 jaar geleden. And we hit another car head-on. En we hebben een andere auto geraakt en frontale botsing. I instantly knew my back was broken. I didn't know how, but I just knew my back is broken. Ik wist meteen dat mijn rug gebroken was. Ik voelde het gewoon. Went to the doctor and he said you had a crushed vertebrate and a second bone vertebrate that was broken in half. En ik ging naar de dokter toe en zei: meneer, ja, uw rug is echt gebroken. He said it's just fractions of a hair's breadth away from being paralyzed or even dead. En het was maar een millimeter dat je helemaal verlamd was of zelfs het helemaal niet zou overleven. And he put these 8-inch this size rods in my back with pins to hold the back that was crushed. En ze hebben een hele, ja, gewoon 40 centimeter pin in mijn rug gezet om dat helemaal vast te zetten om het allemaal weer te laten genezen. And about 2 months ago they removed those pins and rods so that I could move a little bit better again. En dan 2 maanden geleden hebben ze die pinnen weer eruit gehaald zodat ik wat meer kon bewegen. So I said to myself, I have 2 months before I go to the Netherlands. En ik zei tegen mezelf van, ja, ik heb nog 2 maanden en dan ben ik in Nederland. And those people are in for it. En die mensen, die zullen het krijgen. Because I'm going to be so on fire. En want ik ben zo vurig. Because for these next 2 months, while I'm healing up. Want voor de komende 2 maanden, terwijl ik aan het genezen ben. I'm going to be fasting and praying and seeking God's face and writing powerful sermons. En dan ga ik vasten en bidden en allemaal geweldige preken ga ik voorbereiden. But I was in pain. Maar ik was in pijn. And my body was physically worn out, tired. I couldn't hardly move. Mijn hele lichaam was uitgeput. Ik kon bijna niet bewegen. I tried to walk through the pain. Ik probeerde een beetje in beweging te blijven om de pijn maar niet te voelen. And ended up getting tendonitis in both of my feet, so that I couldn't even walk anymore. En maar het werd erg. 3-4 days without even being able to walk. Het werd alleen maar erger. Ik kreeg last van mijn voeten en ik kon niet eens meer lopen. And I said, God, I thought you wanted to prepare me for this next trip. En ik dacht, God, u wilde mij toch voorbereiden voor deze volgende reis. But the Lord was saying, it's not just time that prepares you. Maar God zei toen heel duidelijk, het is niet alleen de tijd die je gebruikt om je voor te bereiden. There are people who pray who don't have fire words. En er zijn mensen die ontzettend veel bidden en die hebben geen woord van vuur. And there are people who study long hours who don't have fire words. En er zijn mensen die ontzettend veel aan het studeren zijn die ook geen woord van God hebben. They become academics. Die worden academici. But what brings fire words? Maar wat brengt nou deze vuurwoorden? But I found out what brings fire words. En ik ben erachter gekomen wat dat brengt. It's when God brings us through the fire ourselves. Is als wanneer God ons door het vuur heen gaat brengen. When the fire first burns our own heart. Als het vuur eerst ons eigen hart opbrandt. When the knife first does a surgery on us. Als het chirurgische mes eerst de operatie in ons hart doet. When the hammer first breaks down upon us. Als de hamer eerst ons hart raakt. When the sword first pierces our own soul. Als dat zwaard eerst onze eigen ziel binnendringt. And this is not an easy thing. En dit is niet makkelijk. But I ask you, I plead with you and I pray for you. En ik vraag je dit, ik smeek je en ik bid voor hiervoor. That you would ask the Lord to break your heart. Dat je God gaat vragen om je hart te breken. To refresh you again in ministry. Om je opnieuw te verversen in je bediening. To give you a fire heart. Om je een hart van vuur te geven. So that you could speak fire words. Zodat je die woorden van vuur kan spreken. And there would be results of an outpouring of the fire of the Holy Spirit. En dat er een uitstorting van de Heilige Geest gaat komen. We must be crucified with Christ. Wij moeten gekruisigd worden met Christus. Death to our own idolatry of ministry. Dat onze eigen afgoderij afsterft in ons leven en in onze bediening. Idolatry is not just some foreign god. Afgoderij is niet alleen maar een of andere andere religie of afgod. Nor is idolatry
success or money or fame. Of afgoderij is ook niet alleen maar dat het succes is of rijkdom of dat soort dingen. But idolatry is anything that we put equal to God. Maar dat is eigenlijk afgoderij is alles wat wij op dezelfde niveau als God zetten. And I had made an idol of ministry. En ik heb zelfs een afgod van mijn bediening gemaakt. Anything that you spend most of your time desiring becomes an idol. Alles wat je eigenlijk heel graag wil en verlangt, dat wordt een afgod. If you desire it more than Jesus, it becomes an idol. Als je er naar meer verlangt dan Jezus, dan wordt het een afgod. If anything that was taken away from you would cause you to be wounded and hurt deeply more than if Jesus was taken from you, you know it's an idol. Als iets weggenomen wordt en dat doet je zo ontzettend veel pijn en dat raakt je zo diep, dan weet je dat een afgod is. If the presence of the Lord was less prevailing, pervasive, full in your life. Als de aanwezigheid van God minder zou zijn in je bediening, in je leven. But your ministry was becoming more successful, more popular, more people. Maar als je bediening steeds succesvoller wordt en komen steeds meer mensen op af en je wordt eigenlijk gewoon populair. Many of us would be happy with that. Dan zouden heel veel van ons heel enthousiast worden. I know you less, Lord. Ik ken u minder, Heer. The fire's not in my soul anymore. Het vuur brandt niet meer in onze ziel. But I'm happy because the church is successful. Maar ik ben wel blij omdat mijn kerk zo succesvol is. That's called idolatry. Dat heet afgoderij. And the only remedy for that. En de enige oplossing daarvoor is. Is when we say, Lord, I want you more than I want success, popularity, growth, anything else. I want you more than that. De enige oplossing is als we zeggen, Heer, we willen u meer dan populariteit, grote bediening of wat dan ook. We willen u meer. Jesus, more than anything. Jezus, meer dan wat dan ook. I'll close with this. En ik wil hiermee afsluiten. We desire to feel as if we're doing a wonderful job. We verlangen ernaar om ons te voelen alsof we goed bezig zijn. We don't necessarily like to do that self-examination to say, are my words fire words? Is my heart a fire heart? Het is moeilijk voor ons om die spiegel voor te houden, om echt ons hart te onderzoeken van, zijn onze woorden, zijn dat echt die woorden van vuur? But oftentimes, we become so accustomed to our lukewarmness. Maar vaak zijn we zo eraan gewend dat wij lauwwarm zijn geworden. That there's no longer a fire burning in us and we don't even recognize it. Dat er geen vuur in ons brandt, maar dat we het ook zelfs niet meer herkennen. We become what my father called pillow prophets. En dan worden we eigenlijk een beetje wat mijn vader noemde als gewoon een soort slapende profeten. Those who love comfort and ease. En mensen die eigenlijk veel het gemak liefhebben en dat het allemaal makkelijk maar moet zijn. When my back physically broke. Toen mijn rug letterlijk gebroken was, werd. I sensed the Holy Spirit doing something spiritually as well. Toen ervoer ik de Heilige Geest op een heel geestelijke manier bezig zijn. To break me of the sufficiency of self-strength. Dat er echt een soort gebrokenheid van eigenlijk dat ik mezelf in stand kon houden, dat ook verbroken werd in mijn leven. There's even that phrase, he's broken the back of the enemy. Er is een tekst in de Bijbel en er staat, hij heeft de rug gebroken van de vijand. It means he's broken your strength. En dat betekent eigenlijk, heeft de kracht verbroken. Thank God when he breaks your strength. En dank u Jezus dat wanneer hij onze kracht verbreekt. Thank God when he brings you to an end to yourself, of yourself. Dank u God als hij ons tot het einde van onze raad brengt, dat wij geen kracht meer hebben, niks over hebben van onszelf. Thank God when you're worn out being a clown. En God zij dank als we geen grappen meer over hebben en als we de clown niet meer kunnen spelen. And by that I don't mean you can't have a sense of humor in the pulpit. En ik bedoel daar echt niet mee dat je niet een grapje kan maken in achter de preekstoel. That can be a great gift from God. Maar dat kan echt een gave zijn van God en een manier van communiceren. But I think you know what I'm talking about. Maar ik hoop dat je snapt waar ik het hier over heb. You know what I hate about preaching? Weet je waar ik een hekel aan heb als het gaat om preken? Hate this about preaching. Ik heb een hekel aan als ik It makes me wish I was a doctor or a politician. Ik zou veel liever misschien een dokter of gewoon iemand in de politiek zijn. Because as preachers, want als predikanten, als sprekers, we have the only task in all of humanity. Dat wij eigenlijk de enige opdracht hebben in de hele wereld. That when we're done doing it.
dat als wij, wanneer we klaar zijn, we feel like total failures. Dat wij ons voelen als volledige waardeloze mensen. This is not a problem I have with low self-esteem. Het is niet een probleem van dat je een lage zelfwaarde hebt. This is a problem I have with this. Maar het is een probleem met iets anders. That God is so great. Dat God zo geweldig is. He's so amazing. Hij is zo geweldig. He's so beautiful. Hij is zo mooi. He's so other. Hij is zo anders. He's so much more. Hij is zoveel meer. That every time I speak about him. Dat elke keer als ik over hem praat, when I'm done, als ik klaar ben, I say to myself, dan denk ik bij mezelf, I still didn't do it. Ik heb het nog steeds niet. I don't have the words. Ik heb de woorden gewoon it's like niet. Paul going to the third heaven. Het is net als Paulus die naar de derde hemel opstijgt. It says it's unlawful. Het is bijna gewoon onwettig. It's like there's a law against fully articulating the glory and fire of God. Het lijkt wel alsof er een wet is dat je niet mag uitdrukken wat de grote volheid van God is. But I'm gonna die trying. Maar ik ga toch helemaal voor om het te proberen. I'm gonna keep asking God one more time. En ik blijf God vragen nog één keer, God. Give me fire words. Geef mij nog een woord van vuur. Give me words from heaven. Geef mij nog een woord van de hemel. Give me a hammer in this pulpit. Geef mij nog een hamer in deze preekstoel. Let my words transform lives. Laat mijn woorden levens veranderen. Let there be a difference made. Laat er een verschil gemaakt let worden. Let the altar be filled with people crying out to God. Laat het altaar gevuld zijn met mensen die uitroepen naar God. Let people tremble once again. Laat mensen geschud worden nog één keer. Are you hungry for this? Bent u hongerig voor God? Are you saying God, there's got to be more? Zeg je God, er moet toch meer zijn? Break my heart again. Breek mijn hart nog een keer. And give me fireworks. En geef mij nog een woord van vuur. Stand with me if you would, please. Laten we staan met elkaar. And here once again, Lord, I have not been able to say what I fully wanted to say. Heer, en hier nog een keertje ben ik hier gekomen en kon ik niet helemaal uitdrukken wat ik wilde zeggen. Here once again, my words seem cool, tempered, frosted. En nog een keertje, Heer, voelen mijn woorden een beetje koud, bevroren aan. But I pursue you, Jesus. Maar Heer, ik wil u achterna volgen. Baptize me. Baptize me afresh in your Holy Spirit's power. Doop mij opnieuw in de kracht van de Heilige Geest. And give these men and women of God who are obviously hungry for you. En geef deze mannen en vrouwen van God die duidelijk hongerig zijn naar taking u. Taking the time to be here these next 2 days. En als ze hier zijn de komende 2 dagen. They want something more. Dat ze meer willen. More fire, God. Meer vuur van more u. More power. Meer kracht van more u. More authority. Meer autoriteit. More anointing. Meer zalving. Give us, Lord. Geef het ons. Things from heaven. Dingen vanuit de hemel. That we know we've been touched by God. Dat we het ook zeker weten dat we aangeraakt zijn door God. Speak, Holy Spirit. Spreek, Heilige Geest. Through our feeble minds and bodies and words. Door onze gebrekkige lichamen, woorden. Lord, we're tired of church as usual. Heer, we willen niet meer kerk als gebruikelijk, gewoonlijk. Even if our church were to grow to 10,000 people. Ook al zou onze kerk naar 10.000 mensen groeien. We'd still say we want more, God. Dan zeggen we nog steeds, Heer, we willen meer van and u. And not just more people. En niet zomaar meer mensen. But more of your presence. Maar meer van uw aanwezigheid. Like Corinthians says, when sinners walk in, they say truly, they fall on their face and say, God is truly in this place. Net zoals in Corinthe staat dat als mensen binnenkomen, dat ze zeggen van God is waarlijk in deze plek en ze vallen op hun knieën. So Lord, here's my prayerful desire that some type of fire today may have changed some hearts today. En mijn verlangen is dat een gebed en verlangen is dat er een vuur ontbrandt in je hart en dat er iets gebeurt in je binnenste. That as a man or woman prepares to speak the word of God. Dat als je aan het voorbereiden bent en je preek aan het voorbereiden bent, they would not take it lightly. Dat je het niet licht zal nemen. That they would not look to entertain. Dat je niet wil vermaken. That they would not look for the applause of men and the approval of men. Dat je niet op zoek bent naar het applaus en de goedkeuring van mensen. But they would break in God's presence. Maar dat je verbrokenheid in Gods aanwezigheid. And know that there is a world in need, hurting, broken and in pain. En dat je weet dat er een wereld is die gebroken is en in pijn en in verbroken is. And they might know, and that they would know, God. Every pastor, preacher in this room would know.
En dat iedere predikant, elke spreker, iedereen in de bediening die zou weten. That their past, their people don't need just a simple little three-point sermon with a illustration and a joke. Dat mensen niet een driepuntige preek nodig hebben met een voorbeeld en een grapje. But these men and women would fall on their faces before a holy God. En dat mensen gewoon op hun knieën gaan en dat ze voor het aangezicht van God komen. And like Moses cry out to you, unless you come with me into that pulpit, I will not go. En dat het uitroept van, net als Mozes die zei van, Heer, we willen niet verder zonder u. En ik ga niet achter die preekstoel staan zonder dat u uw aanwezigheid daar is. I will not go and speak words of straw. Ik zal niet langer woorden van stro spreken. Give me wheat, give me fire, give me a hammer. Geef mij dat koren, geef mij dat zwaard, geef mij die hamer. That those you've called me to, dat degene die u geroepen heeft, would forget about me and my pulpit ministry, dat ze mij helemaal zouden vergeten en niet zien staan. And look to you, en naar u zullen kijken. And hear from you, en naar u zullen kijken. And say, God, you spoke to me today. En van u zullen horen en dat ze zullen zeggen, ik heb van u gehoord vandaag. Thank you, Father. Dank u, Vader. We receive this now. Wij ontvangen dit op dit moment nu. It's not by the sweat of our brow. Het is niet het zweet op ons voorhoofd. It's not by works. Het is niet door werken. But it's simply by faith. Het is door geloof. I believe now. Ik geloof nu. With confidence, I enter into the throne room of grace. Met een vastberadenheid weet ik dat ik binnen kan gaan voor de troon van genade. And I receive now a fresh anointing. En ik wil ik ontvang nu deze verse zalving. I receive now from heaven a fresh fire on my lips. Touch my lips again with the coals from your altar. En ik ontvang dat verse woord van vuur. Heer, raak mijn lippen aan met dat kool van vuur. We are tired of sermons. Wij zijn het zat om maar gewoon te preken. We want to speak fire. Wij willen vuur spreken. So come, Lord Jesus, come. Dus kom, Heer Jezus, kom. And thank you now, Jesus. Dank u, Jezus. That you have done this. Dat u dit aan het doen that bent. You're going to put this burning in our heart. Dat u het vuur aan het branden bent in ons hart. Until these fireworks come out of our mouth. Dat het vuurwerk, dat het vuur uit ons hart en uit mond komt. Hallelujah. Put your hands down for just a moment, would you? Laten we onze handen even naar beneden doen op dit moment. And I close your eyes if you would. I just want to pray for some of you especially. Dus kunnen we allemaal onze ogen sluiten en ik wil voor iemand bidden in het bijzonder. And if you would be so honest as to share your heart with me and by raising a hand in just a moment. En als je zo eerlijk op dit moment met mij wil zijn om als het om jou gaat dat je je hand zo meteen omhoog heft. And say over the past year or maybe even past years. Dat in de afgelopen jaren en misschien wel jaren I've been almost now going through the motions. Dat je eigenlijk een beetje in een soort automatische piloot zit. Just living off the embers of yesterday's fire. En dat je eigenlijk een beetje van de gloeiende kolen die langzaam aan het uitdoven zijn van een lange tijd geleden. But I need to be touched again. Dat je een nieuwe aanraking nodig hebt. I need a fresh fire in my soul. Dat je een nieuwe aanraking van God in je ziel nodig hebt. And a fresh power in my pulpit. Dat je nieuwe kracht in je achter de preekstoel ontvangt. But lately it just seems so dim and dull and lacking in freshness. In de afgelopen tijd is het allemaal een beetje lauw geworden en mist het die frisheid. And I don't want to leave this room. En ik wil deze ruimte niet verlaten. Until that fire comes again. Totdat dat vuur weer terugkomt. If you resonate with that, if that you identify that, would you raise your hand and let me pray for you? Als jij dat bent en jij identificeert je hiermee, dan doe je hand omhoog. Father, first I pray for those who are physically weary. En ik wil eerst bidden voor degenen die misschien lichamelijk gewoon uitgeput zijn. Let there be no condemnation on them. Laat er geen veroordeling zijn. The words that you have spoken today are not words for condemnation. De woorden die u vandaag spreekt zijn geen woorden van veroordeling. They are words of invitation. Maar het zijn woorden van een uitnodiging. You are inviting us to come. U nodigt ons uit om te komen. And receive strength. En om weer opgebouwd te worden, om kracht te ontvangen. To run without being weary. Om te rennen zonder uitgeput te raken. To minister without fainting. Om te bedienen zonder dat we zonder dat we helemaal uitgeput raken. But more than that, Lord.
Maar meer dan dat, Heer. We want freshness. We willen versheid. And I'm asking you to pour that out now, we in willen Jesus bidden name. Dat u het uitstort over ons. That when these men and women stand in their pulpit or before their women's group or their youth ministry or their worship team. Dat de mensen die hier staan en die voor hun groepen staan en in hun bedieningen aan het verkondigen zijn. The people who hear us speak your words. Dat de mensen die ons horen, dat ze en degene die onze stem verstaan horen. Are going to be stunned. Dat ze verbaasd zullen zijn. Not because we're louder. Niet omdat we luider spreken. Or cry more. Omdat we meer aan het huilen, wenen zijn, huilen zijn. But they recognize something. Maar dat ze iets herkennen in ons. That something's different in our pastor. Dat er iets veranderd is in hun voorganger. There's a stirring in his soul. Er is iets opgewekt in zijn ziel. There's something new about her. Er is iets nieuws in haar. Now come, Lord Jesus. Kom, Heer Jezus. And start this conference. En laten we deze conferentie beginnen. By giving beginnen. Us confidence. Dat u ons de vastberadenheid geeft. That what you proclaim. Dat wat u verkondigt. You are there to perform. Dat u het ook gaat doen. And you perform that fresh fire in us now. En dat u dat werk in ons begint, dat vuur in ons opwekt. In Jesus name. In Jezus naam. If you believe that, let's put our hands together and thank the Lord. Als we dat geloven, laten we dan handen bij elkaar doen en klappen. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Thank you. Hartelijk dank. For letting me speak a harder word this morning. Dat ik misschien een beetje een hard woord mocht delen met jullie. Everything else will be really nice from here. De rest van nu af aan wordt het allemaal heel, heel aardig en mooi. Maybe. Misschien. But let's sing one last song of worship before we take a short break. Laten we nog één nummer zingen voordat wij een korte pauze gaan doen. And you're going to want to stay around for this second session with Pastor Tim DeLina. You're going to hear from heaven. En al, ja, je wil zeker in de volgende sessie erbij zijn met Tim DeLina, want je gaat weer een boodschap vanuit de hemel horen. As we sing now, would you just be taking that as an opportunity to worship in a spirit of thanksgiving that he has done what he said he would do here today. En terwijl wij aan het zingen zijn, laten we echt in een houding van aanbidding komen en echt geloven dat hij zal doen wat hij heeft gezegd vandaag. Amen. Amen.